3, 2, 1, go! Yeah, what up? Om deze video goed te beginnen wil ik eerst zeggen, ga nooit bij KPN. Ik heb nu zo'n kastje. Zo'n kastje betekent dat ik nu wifi heb ofzo. En als ik dit kastje niet heb, dan heb ik geen internet. En dat heb ik al 3 dagen lang. En dat komt door KPN. En ze kunnen maar geen monteur sturen. En het is een mooi gezeik. Ga nooit bij KPN. Nooit. Na dat even gezegd te hebben, heb ik hier 3 kanalen op een rijtje staan. We hebben Anelot, Trog, we hebben Moikan, Alla, dat. En we hebben Elle van Leeuwen. Er zijn 3 mensen die gereageerd hebben op de video top 10 glijbaanongelukken of achtbaanongelukken. Maakt mij uit. Het zijn allebei hele leuke filmpjes. Kan je opzoeken op mijn kanaal. Zoals Anelot, Trog, die had gereageerd op mijn kanaal met allemaal gekke emojis en gekke middelvingers en zo. Dus dacht ik van, wat nou als ik een keer mensen op ga zoeken die op mijn kanaal gereageerd hebben. En eens kijken naar hun video's en kijken wat mijn commentaar daarop is. Helaas kwam ik bij Anelot, Trog aan en die heeft helaas geen content. Als je kijkt naar de profielfoto van Anelot, dan zie je dat dit Anelot is waarschijnlijk. En dit is dan het kindje van Anelot. En ik heb nu al medelijden met het kindje, want het kindje wordt opgevoed door Anelot. En zelfs Anelot kan zichzelf al niet inhouden om tegen een 15-jarige middelvingers te sturen. Er was ook een reactie van Moikan Alla dat. En dat was fucking beach tegen de mensen die dat attractie heeft gemaakt. En dan zo'n gekke seksemotie. Beetje raar, hè? Vind je niet? Het was niet zozeer een haatreactie, maar het was wel een grappige reactie. En ik dacht, wie zegt er nou fucking beach? Dus ik ging op dat kanaal kijken. Toen zag ik al deze filmpjes. Dus ik dacht, dat is gewoon geweldig. Ga ik even naar kijken. En vandaag doen we de voice kids. Dus ja, oh my god. Ja. Wat zei ze nou? Ja, ja, ja. Kleine zus, doet ja. Ja. Dus ik ga de filmen, maar ik ga ook zingen. Dus eerst gaat ze zingen. Oké. Ik ga even kijken of ze kunnen zingen. Ik vind het wel interessant. Ik ga even kijken of ze kunnen zingen, zeg maar. Nee, jij niet. Jij moet straks doen, oké? En dan gaan we naar die De kleine meisje wil ook wat meezingen, maar die mag niet meezingen. Aha. Toet! Deze nou. Toet! Als ze omdraaide. Deze voice stoel die maakt wel een apart geluid hoor. Toet! Een 10 op 10? Ja. Een 10 op 10? Ja. Ja, ze zong niet heel top, moet ik zeggen. Nee, was niet geweldig. Ik kreeg echt een legendarische reactie van Elle van Leeuwen, want ze zei natuurlijk, hou je bek. Ik vond het een beetje kort door de bocht. Nou, ik kan jullie vertellen, het zijn geweldige filmpjes. Om te beginnen, haar intro. Oké. Nou, ik ben slommig. Ik heb een hele druk, eigenlijk een druk. Het enige wat je kan denken als je deze filmpjes van Elle van Leeuwen kijkt, want ik hoop echt dat ze doorbreekt met YouTube natuurlijk. Maar het enige wat je kan denken is, what the fuck? Echt waar, de hele tijd. Ja, ik kon deze week eigenlijk niet uploaden. Want ik heb morgen kerstneem schoon. Sierop schoon. Alles opruimen. Ook nog. En, ze is het vergeten. En, oh, waar ga je heen? Oh. En, Ik heb nog de hele nacht wakker gebleven. Ook nog? Daar met je kop en moe en mee. Oh ja. En, waarom kan je nu zo goed nog? Oh, daar nou, dat is wel logisch. Ik heb helemaal bij me heen, want, ze doet er nou al een half minuut over om te vertellen waarom ze niet kon uploaden. Als ik een tip mag geven als ervaren YouTuber, zou ik zeggen, wees een beetje directer. Een beetje directer naar je fans, naar je kijkers en zeg gewoon waar het op staat. En ik wil jullie heel erg bedanken dat jullie mijn video's kijken, dus doei doei! What the fuck? Oh mijn god, yeah. Oh mijn god. Je kan toch niks anders denken dan what the fuck als je dit kijkt, echt waar. Ochtend, room tour. Interessant. Goedemorgen dames en heren, ik maak een video. Mijn naam is Nelle en doe maar zo'n blauw duimpje omhoog. Abonneer je beneden. Oh, ja. Doe eerst de deur maar even dicht voordat je verder gaat. Ja, heel goed. Ik was gisteren
gisteravond werd ik lekker, maar nu voel ik me moa. Oké, maar als ik de boterham weer wil weten. Wat is ze nou aan het doen? Is ze nou ontbijt aan het maken of zo? Ze is gewoon ontbijt aan het maken. Oh mijn god. Ze is druk bezig met het ontbijt. Ja, het is natuurlijk ook wel een ochtendroomtour. Ja, het is wel, ja, het is wel in de ochtend. Ja. Ze begint gewoon random te zingen. Ja. Doe ik ook 's ochtends, ja. Een broodje pindakaas. Lekker, man. Hoppa. Een beetje pindakaas op brood. Wat zeg je? Nog een beetje pindakaas. Ja, maak die jouw pot maar op, joh. Je moet genoeg hebben. Je moet genoeg hebben op een hele boterham. Je moet genoeg pindakaas hebben op een hele boterham. Normaal, jongens. What the fuck? Maar ho. Want zo genoeg mijn video's. Oh mijn god. Ze hoopt dat Enzo Knol haar video's ziet. Nou, ik heb ze gezien. Ozo. Represent, ik kijk jouw filmpjes. Maar, Enzo Knol, kijk jij mijn video? Vast niet. Als je hem kijkt, kijk dan even naar Ellen van Leeuwen. Ze wil heel graag dat je een filmpje kijkt. En vooral de ochtendroom tour. Dat vindt ze ontzettend interessant. Heel leuk als jij dat kijkt. Dus, wil je dat dan even doen? Graag. Nu. Snel. Nu meteen. Nou, eigenlijk even intypen. Ellen van Leeuwen. Abonneren. En jongens, vergeet niet te liken. Vergeet niet te abonneren hier beneden. En vergeet niet Ella van Leeuwen uit te checken. En dan zie ik jullie weer bij een nieuwe video op mijn kanaal de volgende keer weer. Ja, dat was hem wel weer. Tot over 3 weken, 3 maanden, 4 maanden, 5 maanden. Doei, tot de volgende keer.